Ik ben hier dus aan de, onderweg naar deze rare eenhoorn looking as Pokémon en we zien daar vliegen de Latios. Nou, ik ben hier voor deze. Fuck Latios. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Pixelmon. We gaan vandaag lekker verder met de Pixelmon serie. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk wel eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw? Abonneer, welkom. Abonneer ook meteen op Duffy Meer, mijn tweede kanaal voor nog meer Pixelmon. We gaan vandaag verder mensen waar we natuurlijk gisteren gebleven waren. Gisteren hadden we namelijk een rare glitch. We hadden natuurlijk onze Swampert. We hadden hier nog een Swampert, alleen op een of andere mysterieuze reden werd de ene Swampert een Typhlosion in een duplicate glitch bug. Ik zag in de reacties staan dat meerdere mensen die glitch hadden, dus ik ben niet de enige die het heeft. Maar raar is het natuurlijk wel en wat ik ook al zei gisteren was van yo, we gaan er morgen mee bezig om allemaal weer goed te doen en terug te zetten. Dus wat wij nu gaan doen is, deze Typhlosion die flikkeren wij weg, als het goed is. En dan spawnen wij een nieuwe Swampert in, want ja, like yo. What the fuck is going on? Dus wat we nu moeten doen is volgens mij slash poke give Duffy Games. En dan Swampert en dan level dubbele punt. Wat is het? 36 is die of 37? Voor mij was die 36, I guess. Level 36, klopt dat zo? Hoppatee. In ieder geval, we hebben nu weer een Swampert erbij. Omdat die andere natuurlijk gewoon weg was gegaan voor weet ik voor wat voor reden. Dus we hebben hem in ieder geval weer terug. Dat betekent we kunnen nu wel onze andere Swampert. Die toch nog in mijn info moet ik dat even hierbij inflikkeren. Die kunnen we ondertussen natuurlijk gelukkig laten breeden. Waardoor we natuurlijk uiteindelijk dan de eieren kunnen krijgen die dan ook weer uit kunnen komen. Gelukkig maar, hoppatee. Dit werkt nu in ieder geval wel, dus daar ben ik blij mee. Ja, weet je, ik bedoel, dit moet soms gewoon even op deze manier blijkbaar, want anders werkt het gewoon niet. Swampert doesn't get along well with anyone here. Oh jee. Wat krijgen we nou? Er is iets gaande met de Swampert, dat ze hier zich niet zo comfortabel voelen. Ik ga zo meteen uitzoeken waarom. Ik ga het zo meteen uitzoeken waarom. Voordat we dat gaan doen wil ik het eerst even met jullie hebben over de starters. Want ik ben natuurlijk bezig met de starters collection af te maken. En wat ik ook in de reacties zag was dat mensen zeiden Duffy. Het klopt niet helemaal waar je in doet bent. Want je hebt mis een aantal starters hier en daar. Dus we moeten eventjes opnieuw zeg maar de box invullen. Zodat we dan verder kunnen gaan erop. Want Bulbasaur, alles klopt. Dit klopt. Oké, dan klopt inderdaad de Chikorita squad klopt hier. Dan de Cyndaquil squad. Nou goed, we hebben alleen op dit moment de Typhlosion. Oké. Dan klopt inderdaad dat we dan hier de Totodiles hebben. Dan beginnen we hier met de Treecko. Dat klopt. Dan met de Torchic. En dan komt hier inderdaad de Mudkip. Dat klopt. Dan de Turtwig komt dan inderdaad hier. Dan moeten wij hier een fucking een River Legendary als gespawnd. Oké. Dan moeten wij hier dus eigenlijk gewoon de Chinchar hebben. En de Chinchar is de voorevaluatie van natuurlijk de Infernape. Dus deze moet eigenlijk hier staan. En dan komt dus de Piplup. Die komt dan hier te staan. Dan komt deze dan daar te staan. Oké. Dan moet hier inderdaad de Sniffy die klopt. Dan hebben we hier natuurlijk de T-Pick dat klopt. Maar dan moet hier moet niet de Greninja staan. Nee. Die komt namelijk hier te staan. Want hier moet de Ossawott staan. Of als ik de naam goed uitspreek. En de Ossawott die spant dus in de Beach Deep Ocean, et cetera, et cetera. En die moet hier. Ik was een hele soort starter soort vergeten. Sorry daarvoor. Dankjewel natuurlijk voor de oplettende kijker. Die dat heeft achtergelaten van Duffy. Daar is het. Want tussen het licht door had, ja, ik had dat even fout. Kan gebeuren. Terwijl wij nu op zich op zoek moeten naar een River Legendary World. Daar heb ik helemaal geen zin in eigenlijk. Zeg ik heel eerlijk. Want een River Legendary is zo niet boeiend op het moment. Like, bro, really? Heb ik überhaupt hier rivier zitten? Oh, hier denk ik. Ik denk dat die dan hier ergens gespawnd moet zijn. Het is wel nacht, dus dat betekent Kyogre kans. Doe ik liever dat we nog even naar de Deep Ocean gaan voor een Kyogre. Dan dat wij nu bezig zijn met het breeding proces. Of course moeten we daar nog wel mee door. Maar goed, ik heb liever dat. Dat we inderdaad hierover hebben gevonden, mensen. De Legendary. Het is een Meshprit, als ik me niet vergis. Het is inderdaad een Meshprit. Is hier geen Pokéball erachter? Dat vind ik raar, want ik heb toch gewoon een Meshprit. Ja, nou, oké. Nou, ik zie ervan niet de Pokéball erachter. Dat is normaal altijd wel zo natuurlijk. Maar goed, ik vind het raar. Daarom dacht ik even van, what the fuck? Ik heb toch al lang dit trio heb ik toch al lang. Maar ja, oké. Hij doet protect op zichzelf. Lekker man. Doe nog een keer Thunder Punch. Hoppatee. Geldt natuurlijk met wat we doen bij elke Legendary die we tegenwoordig voor de tweede keer tegenkomen. We maken hem low HP tot bijna dood. En dan gooi je gewoon even 3 pokeballen erop, krijgen hem, hebben we er 2, lukt het niet. Yo, flikker hem lekker weg, want waarom zou ik hem willen anders? Broke Free, oké, use Protect, fantastisch. We doen nog 1 pokeball hierna. En dan zullen we het even zien. Daarna peren we gewoon meteen naar de Deep Ocean, want fuck deze bullshit allemaal. En Broke Free, ik dacht heel eventjes, we hebben hem. Oprecht meen ik dat, omdat het zo lang duurde. Maar
ook dit. Nog één keertje proberen en dan gaan we gewoon snel naar de deep sea. Want ja, hey, tijd betekent, er kunnen zomaar in één keer Pokémon spawnen. Oké, doet dit dingetje, protection, weet ik wat allemaal. Je bent in ieder geval lekker dood, dankjewel voor je rubies en wij kunnen door. Wij gaan meteen naar de Bos Kyogre Tower. En wij gaan hier eerst maar eens eventjes nu campen, om zo maar te zeggen. We hopen in ieder geval dat hier natuurlijk nu de Legendary wil gaan spawnen. Dus wat we doen is, we vliegen heel even hier over de deep sea heen. En dat tegelijkertijd zullen we dan maar even gaan kijken wat we hier allemaal nog kunnen verwachten. Dan zien we namelijk wel wat trainer en wat Pokémon. We zien daar een Blastoise bijvoorbeeld. Maar het is het allemaal niet waard. Het is het allemaal niet waard. Jammer genoeg. En de kans dat we hier nu die starter gaan vinden die op de beach spawnt ook heel klein. Want die spawnt volgens mij overdag en niet in de nacht voor wat ik net zag. Dus daar schieten we ook niks mee op. We zouden op zich in de swamp nog rond kunnen kijken. Zullen we een Croconaw hebben? Nee, ook niet nodig. Ik zie het trouwens wel. Die zijn wel heel erg vaak voorbij gevlogen wat dat betreft. Maar blijkbaar nooit gepakt. We zien hier een... Oké, en ik wil zeggen een Pokéloot liggen. Maar daar hebben we helemaal niks aan. Croconaw zien we hier. We zien wel een Blastoise. Wel twee waterstarters weer. Alleen, ja, daar hebben we natuurlijk niks aan wat dat betreft. Maar we gaan wel gewoon dat het gewoon kan. Gaan we gewoon vechten tegen deze Blastoise. Want you, why not? Moet zeggen, de XP is niet slecht. Dat moet ik wel zeggen. De XP is niet slecht. We krijgen Hyper Beam. Op zich wel een leuke aanval, maar we gaan er niks mee doen. Dus ja, ik vind het niet eens zo heel erg dat we die hebben gekild. Want ja, leuke XP. Voor de rest, ja, we kunnen op zich best gewoon hier ook nog een gevecht. Dan gaan we met die Hypno van level 47. Like, jij moet ook best nog wel wat XP volgens mij gaan opleveren. Oh, not bad at all. Elke SM gaat daarvoor level up. En deze krab moet voor me ook nog best wel wat XP gaan opleveren. Dus we moeten eens even een Croconaw afmaken. Hoppatee, jij bent ook gone. Ik wil met deze vechten, man. Hoi. Thunder Punch. Hoppatee. Werkt wel lekker natuurlijk Thunder aanval hier op deze water Pokémon. Hoewel, wat ik al vaak zeg, mijn Pokémon is natuurlijk nu zo hoog vergeleken met dit allemaal. Elke aanval werkt zo'n beetje lekker. En dat ik het nu zeg, dan gaan trigger ik sowieso mee zeggen dan... Nee, de van die en die en zo werken niet. Nee, oké. You hatched a Snivy. Nice, oké, dan. We hebben weer een nieuwe Pokémon erbij. Super chill. Ik ben benieuwd of we überhaupt nog eieren over hebben op het moment. Want we hebben in ieder geval weer een eigen hatch. Daar ben ik super blij mee. Deze zetten we natuurlijk even hier niet. Dit moet eigenlijk nog wel even keertje worden omgeswitcht, of course. Maar yo, ei. Het kan op het moment niet. Dan hebben we natuurlijk ook nog onze Weedle hier. Heb ik nog meer eieren liggen of was dit alles? Hebben we nu legit gewoon alle eieren uit laten komen? Wauw. Had ik niet verwacht dat ik ooit überhaupt al die eieren zo snel eruit zou laten komen. Zeg ik heel eerlijk, want ik had er zoveel liggen. Maar natuurlijk door deze nieuwe manier gaat het natuurlijk wel enorm snel. Laten we trouwens, nu want we zitten toch te wachten, ook nog maar eventjes een extra breeding opzetten voor de Turtwig. Want ja, die hebben we hier nu toch. Ondertussen kunnen we nog wel in de desert gaan zoeken naar de andere Firestarts. En we moeten ook kijken naar hoe het werkt dat de Swamp het niet fijn vindt. Het is natuurlijk wel een water ground, maar ja, het is wel gewoon na. Terwijl we hier ook nog een Ferelegate zien hier, een Inimini one. Ja, natuurlijk Ferelegate. Jij moet ook gewoon even lekker dood, man. Hoppatee. Dankjewel voor de XP. Lekker man. En voor de rest, ja nee, het is hier allemaal verder niet zo heel boeiend wat dat betreft, wat hier allemaal spant. Want we willen maar één ding, natuurlijk Kyogre wil. Jij bent nog wel wat XP waard, om zo maar te zeggen. Maar ja, hoppatee. Nou, dankjewel. We krijgen een fresh water, mooi. Altijd wat we willen hebben. Nou, we gaan hier nu lekker weg. Hoewel, nee, er spant weer een Blastoise. Fucking hell. Het is echt bizar hoe het eerst was met deze waterpokémon spanten nu. Ik blijf het zeggen, ik vind het echt insane. Ik wil niet per se zeggen, het zijn er te veel. Maar ja, ik moet wel zeggen, het is wel eventjes dat je denkt van, wow, weer één. Dus ja, maar goed. Is dat een nieuw ei? Nee, oké. Wat ik wel even wil doen is even dit zo loszetten. Want het triggert mij een beetje dat dit, zeg maar, niet zo staat. Hoppatee. Dat vind ik toch naar. En hoor ik mensen zeggen, ja, maar duf, nu is het weer opnieuw met het ei, dit en dat. Ja, dat zal. We pakken nog even een extra breeding machine erbij, hoppatee. En die flikkeren wij letterlijk gewoon lekker hier neer. Bam. En wij flikkeren daarin een Ditto met een Turtwig. En als het goed is... Nee, niet weer. Nee, niet... Oh my fucking god, are you kidding me? Oké, mensen, we hebben wederom nu weer de duplication glitch. Dit keer met een Charizard in een Turtwig. Are you freaking kidding me? Oh, kan ik überhaupt wel dan het item er eigenlijk afhalen? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Like, yo, hey, ik heb hem geduplicate. Per ongeluk, I don't know why. Of hoe dan ook. Maar kan ik dit item eraf halen? Dat wel, though. Dan kan ik hem nu wegflikken zo. Yes. Heb ik dan nu het item? Ja. Dus je kan daadwerkelijk items duplicaten in-game als je de Pokémon glitch hebt. Hey. Ik moet zeggen, ook al is het niet chill, het is handig. Wat wij nou moeten doen is, we moeten weer de mooie zin gaan typen. Dat is namelijk... /poke... gif...
En dan Duffy Games, Third Wick. En dan level, dubbele punt. Nou, wat was die level? Was die level? En nu denken jullie, Duffy, what the fuck gebeurde er? Nou, ik raakte dus het minnetje aan. Om zomaar te zeggen, dus niet dit minnetje, maar een ander minnetje. En dat is mijn aan en uit van de opname. Die zit dus bij mijn numpad. En die drukte ik per ongeluk in. Waardoor dus in één keer de opnames uitschoot. En ik dacht van, well, that's fucked up. In ieder geval, we moeten er één in drukken. Hoppatee, en we hebben onze third week terug. En ik weet niet of die daadwerkelijk level 1 was. Zal me ook vrij weinig boeien. Maar ik wil gewoon nu dat deze gaat breeden met deze. Hoppatee. En hoi, hoe is het met jij? Oké, jij vindt Turtwig via leuk en jij vindt Ditto leuk. Mooi zo. Dan moeten we nu eigenlijk even gaan kijken hoe dit nu zit met die fucking Swampert. Want deze vindt het gewoon helemaal niet fantastisch hier. Dan moet ik weer Pixelmon Breathing Environment. Hoppatee. Ja, je moet wat te over hebben hoor. Fucking hell. En dan moeten we even kijken bij de Ground. Want wat vindt de Ground, wat vinden ze dan fijn bij de Ground? Ja, gewoon een shizzle, maar de nizzle. Maar wacht eens eventjes, ik heb nog een idee. Als ik deze nou even allebei eruit haal zo, hop hop. Want het zijn natuurlijk wel ground water om zo maar te zeggen. En ik flikker deze heel veel hier neer. Ik test gewoon even iets aan mensen. Ik weet ook niet of het werkt, maar hop en hop. En dat gewoon ook niet. Oké, dat is het ook niet. Nee, ik dacht wel misschien dat ik, omdat het toch ook wel, ja, toch wel ground dat ze dus hebben van, joh, we vinden het ook wel gewoon goed om hier te zitten. Vinden ze dus niet. Omdat ik geen zin heb om nu heel veel moeite te doen om alles even om te gaan zetten. Doe ik nog één. Ik probeer dat ze even hier neerzetten. En dan zo met zo. Oh! Het werkt niet omdat het natuurlijk twee mannetjes zijn. LOL. Oh my fucking god. Voor de mensen die Rux hebben achtergelaten. Ik heb het gezien. Het werkt dus niet omdat er dus twee mannetjes zijn. Oké. Okay. Nu ga ik toch even iets doen, mensen. En dat is, ik ga nu kijken naar mijn vorige. Naar de vorige video. Want ik ving daar natuurlijk toen die Swampert. Is het daadwerkelijk een mannetje Swampert of was het een vrouwtje Swampert die ik ving? Dat is natuurlijk hetgeen wat ik nou wil weten ook. Want, oh, ik hoor mezelf. Ik hoor mezelf, dat wil ik helemaal niet. Want ik wil wel weten van, joh, als het nou daadwerkelijk een vrouwtje was, waarom zou ik dan, hè? Dan vind ik wel dat ik er een vrouwtje van mag maken. Natuurlijk, als het een mannetje was, dan heb ik gewoon pech. Maar het was daadwerkelijk een mannetje. Oké, well, that's kind of awkward. Dan wil ik nog één ding proberen. En dat is dus de volgende, hoppatee. Man, oh man, oh man, dat was dus gewoon een mannetje. Fucking hell, daar, ik had hem niet zo vervangen. Okay, want dit is... Swampert likes it, oké. Okay. Maar Swampert has a crush, but doesn't feel... Oké, okay. Die voelt zich hier weer niet fijn. Dan, als we dit nu meenemen, flikken we het nu hier neer, want... Oh my god, mensen. Pokémon zijn echt kieskeurig wat dat betreft. Oké, okay. Jij met... Jij? Wat ben jij toch ook weer een moeilijk teringbeest, zeg? Ik word hier echt naar van. Want ik weet dat ik slecht ben met die breeding shit en alles. Weet je, hoe je alles moet neerzetten, wat dan ook. En... Noem het allemaal maar op. Maar deze is wel heel ernstig. Wat we ook kunnen doen is... Want kijk mensen, ik heb natuurlijk wel die breeding bullshit natuurlijk openstaan 9 van de 10 keer. En zoals je kan zien, ik ben gewoon aan het klungelen ermee. En het werkt bij mij gewoon allemaal niet. Kijk, hier, want hier vindt Ditto check weer niet fijn, right? Nee. Moet ik hier dan gewoon nu even dirt neer gaan zetten gewoon? Werkt dat dan? Dat ik de helft dirt doe en de helft niet dirt. Misschien dat werkt. Zo niet, dan zou ik zeggen, mensen, help me alsjeblieft mee. Laat even weten in de reacties wat voor een grond ik dan hier moet neer gaan zetten voor deze fucking Ditto. Want ik vind het ook wel een beetje zielig voor Ditto wat dat betreft. Ditto, vind je dit beter? Nee, nog steeds niet. Ditto, wil je alsjeblieft even weggaan? Ditto. Ditto, move. Oké, goed zo. Vind je dit fijn, Ditto? Nee, want die vindt de hekjes en natuurlijk wol fijn. Ik zou ook nog wat wol kunnen neerflikkeren. Misschien dat gaat werken. Ik heb ook werkelijkheden. Ik haat dit zo, hè. Ik haat dit zo. En ik heb wel dan natuurlijk die environment site open. Alleen, ik weet dat jullie de kijkers het vaak gewoon beter weten. Dus wat ik aan jullie vraag de kijkers is als volgt. Goed, wat ik wil weten is, wat kan ik het beste doen om deze Ditto Swampert goed te laten breeden? Want dit moet gewoon lukken op deze manier. En daarbij komt kijken, stel ik natuurlijk ook nog uiteindelijk mijn Fire Pokémon en noem het allemaal op, ook gaan breeden. Wat moet ik daarvoor allemaal gaan doen? En laat hem alsjeblieft gewoon weten dan in de reacties, want... weet je, ik bedoel, ik doe wat ik kan, maar deze fucking Ditto werkt gewoon niet mee. Terwijl Ditto op de gewone grond hier het fantastisch vindt, maar je dan hier weer niet. En moet ik dan misschien de helft meer van dirt maken of iets? Ik weet het ook allemaal niet meer, hoor. Ik weet het ook allemaal niet meer. Ik doe mijn best, maar het is lastiger dan je denkt. Je moet er gewoon van elkaar aan houden. Hoe voel jij je nu nog? Voel jij je nog Gucci met dit? Ja, oké. Okay. Ditto? We did it! Oké dan. We freaking did it. Het is gelukt. Het moest ongeveer 50-50 zijn. Dit is fantastisch. We gaan in ieder geval een baby Swampert krijgen. Dat zou ook dan moeten betekenen dat wij ook in het vervolg een baby Pupplup kunnen maken. Misschien nog wel een Greninja erbij van Froggy. Wat ook met allemaal erbij. Dus dat gaat in ieder geval de goede kant op. Daar ben ik blij om.
Uiteindelijk, laat ik zo zeggen, eind goed, al goed. Jullie hoeven ook niet meer mee te helpen, kappa, want het is goed gekomen. Nee, natuurlijk, je mag altijd natuurlijk tips achterlaten over breeding en noem het allemaal maar op. Want jouw tips natuurlijk gewoon van harte welkom. Maar ik ben wel blij dat dit in deze instantie is opgelost. Dat is natuurlijk naar als je iets wil en het lukt niet. Maar het is in ieder geval opgelost. En ook voor de mensen die natuurlijk in het begin een reactie achterlieten van Duffy, het zijn twee mannetjes, daarom wil het niet. Je kan die reactie op zich verwijderen, want als je kan zien, dat is uiteindelijk gewoon opgelost. En ik ben daar blij mee, laat ik het zo zeggen. Ik ben daar blij mee. Wat wij dan nu gaan doen is, denk ik, ondertussen toch wel campen in de Extreme Hills. Of nee, nou, dat is lastig. Want ik wil natuurlijk de Firestarters natuurlijk ook allemaal af hebben, daar niet van. Maar ik bedenk me nu dus, als ik dus even keek naar die starters en ik kijk dus naar de Oshawott. Want dat is natuurlijk de ene die ik nog geen eentje van heb. Die spant op de Beach, Deep Ocean en in de Ocean. Dat is dus best wel veel, om zo maar te zeggen. Maar, yo, dan heb ik zoiets van, dan kan ik toch daar op zich ook op gaan campen. Terwijl ik daar een Pokémon zie, waarvan ik niet weet wat voor Pokémon het is. Maar hij ziet er cool uit. Dus we gaan eens even kijken wat dat is. What the fuck ben jij? Het is een soort van eenhoorn-looking-ass Pokémon. Wat lijkt op een narwhal. What the fuck ben jij dan? Holy moly. Ziet er wel fucking cool uit, though. What the fuck ben jij? What the fuck ben jij? Terwijl, ik ben hier dus onderweg naar deze rare eenhoorn looking ass Pokémon. En we zien daar vliegen de Latios. Nou, ik ben hier voor deze. Fuck Latios. We hebben hier een Summerrot. En dat is letterlijk de derde Pokémon van de dingetje. What the fuck? Fucking ziek. Oké, Lapras, we moeten deze vangen. Als deze hebben, hebben we namelijk in ieder geval een watertype die we, van de starter die we moeten hebben. Oké, dit is perfect. Nog een keer een Ice Beam erop. Kom op. Oké, hij is rood. Perfect. We gaan nu in ieder geval de Pokéball erop gooien. Kom op, go Ultra Ball. En als het goed is, hebben we dan onze laatste starter ook in de collectie zitten. Waardoor we gewoon alle starters nu kunnen volmaken. En we hebben hem. There we freaking go. Yes. Oké, dan. Dit is echt super chill. Want dan kunnen we dus nu... even kijken. We hebben natuurlijk in onze info meteen. Dan kunnen we deze gewoon meteen hier neerzetten. Hoppatee. En dat betekent dat we nu in ieder geval alle starters kunnen afmaken. Zowel hier hebben we alles. We moeten alleen dingen breeden en bijmaken. En hier ook. En hebben we in ieder geval de starters af. Dat is super nice. Er vliegen daar nog wel die legendary ergens. Maar ik zeg even heel eerlijk mensen. Ik ga er geen moeite voor doen. Echt waar. Dit is nou al de zoveelste Latias die is gespand. Ik geloof het wel. Echt waar. Ik geloof het echt wel. Dat we dan nog wel een Lapras zien, maar gaan we niet doen. Wij gaan in ieder geval lekker morgen verder met nog wat breeding dingen op te zetten. Nog wat starters te vangen en we zullen het allemaal wel zien. Voor nu mensen bedank ik jullie in ieder geval enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer dus ook op Duffy Meer, mijn tweede kanaal. En mensen, tot morgen.